Jongens, vandaag de teams. Vandaag gaan we, zoals jullie aan de titel al zagen, survivalen weer. Ik dacht, het lijkt me leuk om dat weer eens te doen. Het werd best wel vaak geliked bij dagelijks game survival. En ik ben nu nog in creative. Zoals jullie zien, is dit onze nieuwe server. Hij staat trouwens nu waarschijnlijk dagelijks open. Soms worden er nog wat minigames en zo gedaan. Maar ja, niet heel veel meer wordt er gedaan. Dan ga ik eventjes mijn huis, een plek zoeken waar we gaan bouwen. /fly. Eventjes mijn FPS aan de andere kant van het scherm zetten, want ik zie geen flikker. Maar dit wordt net zo weer als de andere. /fly speed fly 5. Dit wordt net weer zoals de andere. Survival. Gewoon weer lekker survivalen. Met andere mensen. Die zijn er nu niet, maar dat boeit mij helemaal niks. Ik ga gewoon met mezelf doen. Oh shit. Dinges is. Ik moet eventjes een stukje verder vliegen. Weet je, ik kan het toch niet op uitmaken. Zo eventjes dit gebied uit, want dat vind ik een fucking gebied. Met hier swamp. Oh nee, dit is de nieuwe biome. Dit is Dark Oakwood. Dus een man. Kreeg ik een bericht over zo. Ik wil wel in de nieuwe biome gaan wonen. Zo. Pakken we er eventjes snel wat stone tools bij. Zo. Lekker. Simpel houden we het. En wat food, want zonder food beginnen we nergens mee. Gewoon food wat we niet kunnen farmen. Zo. Ongeveer dit. En dan zo daarvan de helft. What the fuck? Wat? Ik word uit mijn eigen fucking server gegooid. Dat kan niet. Nee. Wat raar. Huh? Ik snap er echt niks van. Oh. Er gebeurde ineens iets met de server waardoor ik er uitgezet werd. Lol, ik zet hem eventjes opnieuw op hoor. Ben ik nu al mee bezig? Lol, ineens viel de server fucking hard uit. Ik zal eens kijken wanneer het laatste deel is geüpload, even snel. Zo, Lonely, dat is hem gewoon een maand geleden en het werd best wel vaak geliked. Eens kijken, kan ik al joinen? Kijk, er staat de server aan en kijken. Nope, dat is best wel kut. Zo, er gaan natuurlijk nog meer mensen meedoen. Waarschijnlijk gewoon weer hetzelfde groepje als vorige keer. Ik weet niet zeker of die nog mee willen doen. Waarschijnlijk gewoon de meeste mensen waar ik het vaakst mee skype. Dus waarschijnlijk gewoon Cas, Robert, Lou, weet ik veel wie. In ieder geval gewoon de meeste mensen die ik op Skype mee bezig ben. En mijn server wil niet aan, fuck dit. Wat? Waarom doet dit? Ah, en hij staat weer aan, zie ik. Oké, nice. Dan gaan we maar gewoon beginnen. Wat? Alles wat ik net heb gedaan, dat is Oké. Lol. Nou ja, raar. Dan gaan we gewoon nog een keertje doen. /fly speed fly 5. Welke kant vlogen we op? Ik weet het niet. Fuck dat. Hierheen. Zo vliegen we eventjes snel hierheen. Ja, hier zo vlogen we heen. Oké, nice. Dan ga ik eventjes alles zo kleren. Dan wou ik hier zo gaan wonen. Oké, dan wou ik eventjes. Deze gozer staat gedist. Fuck jou! Een dis jezelf, mogol. Rare mens. Zo, dan pakken we wat tools er weer bij. Dit keer beginnen we gewoon. Yep, dan clear ik je. /clear. Luca, dan mag je meedoen natuurlijk. Fuck, doe jouw armor uit. Doe jouw armor uit. Doe jouw armor uit. En fuck jou, ga jezelf undissen. Dat is een bannetje. Ik ban je anders. /dis un. Zo, dan pakken we even wat voet erbij. En dan gaan we beginnen met survival. Yay! Ah nee, stom ding. Mijn telefoon weer fucking op die boksen. Oké, yay, yay. Waarom staat hij niet als iemand? Ik wil hier zo wonen. Oh, dikke FPS lag. En dan wil ik wel met D en Sun beginnen. Zo, en dan kunnen we beginnen met onze survival serie. Ik heb er weer zin in. Ik vond het vorige keer leuk. Jullie liken het veel. Jullie vonden het leuk. Althans de meeste. 8 likes vind ik best wel veel op een video. Weet je, ook al heb ik 180. Niet iedereen kijkt het altijd, weet je.
Dus dat is best wel nice als er best wel veel mensen liken. Ja. Net zoals de Kingdom Dog 2 van Cas, die wordt ook best wel veel gelijk. Maar ja, dat is natuurlijk Kingdom 2, hè. Dat vinden de meeste mensen. Ik heb een mooie plek. Oké. Zeg de koorts. Druk dan op F3. Zo, hebben wij bijna een boom omgehakt. Oké, nice. Zo, nu hebben we dus een paar series lopen die... Godverdomme! Ik was een fucking boom aan het hakken! Waar is mijn boom? Ik zei de coördinaten. Niet TP'en. Oh! Oké, daar kan ik gewoon echt niet tegen. Ik wil gewoon zo weinig mogelijk TP'en, net zoals bij Tekkit. Maar dus de series die we hebben lopen zijn Tekkit, Bitrip, Assassin's Creed 4. We gaan ook weer verder. Althans, dit zijn mijn series. We gaan ook weer verder over een tijdje met 2, aangezien... ik het spel best wel ver ben op het spel, maar dat, ja. Dan gaan we nog, ja, dat zijn eigenlijk de meeste series die ik nu ondertussen mee bezig ben. Dan heb je Cas, die doet Kingdom 2 Dog, die doet met mij custom maps. Ja, dat ben ik zelf ook vergeten. Die doet met mij dus custom maps. En ja, dat is best wel chill. Zo, laten we meteen beginnen aan ons huis. Oké. Jij gaat minen. Ik bouw een huis. Nee, wacht. Ik mijn. Au. Oh nee! Oh, help! Oh fuck. Ik wil pie. Ja, blijf jij maar hier. Ga fucking bomen hakken. Ik ga minen. Ik wil pie. Wil je een pik? Nee, dat heb ik zo nooit krijgen. Ik mee. Nee, ik ga wat stone verzamelen voor ons huis. Oh, het regent buiten echt fucking hard. Ik hoor de hele tijd voor het dak zo. Zo. Tiki. Wat doe jij? Raar kind dat je er bent. Tiki. Wat zijn we weer grappig. Lach me dood. Hij schrijft ook echt Tiki. Dat vind ik gewoon. Zeg eventjes in de comments. Goed, dat ik torch cheat. Want ja, dan zie je gewoon niks. En dan is het wel leuk om naar de commentary te luisteren. Maar zit ik nou in een cave? Weet je, het is gewoon niet leuk als je helemaal geen flikker ziet. Okay. Althans, als ik kijk naar video's van YouTube. En ik zie geen flikker door shaders en zo. Dan vind ik dat gewoon saai. Okay. Ja, we zijn in een. In een cave bedoel ik. Zo, oké, nice. Hakken we wel eventjes wat kool. Daarvan maken we dan uiteindelijk torches. Maar zeg eventjes wat je daarvan vindt. Dat ik gewoon iedere keer aan het begin van een serie torches cheat. Of gewoon tijdens. Want ja, ik zorg er natuurlijk wel vooraan dat ik... aan het begin heb ik natuurlijk kan ik niet met torches beginnen. Maar aan het gewoon in het midden cheat ik gewoon helemaal niks meer. Maar torches, ja. Ik vind het gewoon fijn als jullie wat kunnen zien. En jullie vinden dat waarschijnlijk zelf ook. En eten. Een video kijken terwijl ik nog geen eten heb. Oké. Maar dat is echt het enigste. Alleen aan het begin krijg je misschien dat. Maar ja, ik begin gewoon eventjes klein met niet veel mensen. Dus alleen wij tweetjes. En dan rond aflevering 5 of 6 of zo. Komen er meerdere. Misschien eerder, misschien later. Weet ik veel. Maar ja, dat vind ik dus wel zo. Zo. Iron. Nice. Gewoon deze aflevering goed beginnen. Ik wil weer lekker verder gaan. Net zoals vorige keer. Helaas is die server verwijderd. Ik had bijna nog de map gedownload. Maar die fucking wereld was verwijderd. En ik was verbannen. Dus ja, Islandcraft heb ik gelukkig wel nog kunnen doen. Islandcraft gaat trouwens ook nog door. Islandcraft. En niet Wars. Island Wars, dat blijft gewoon heel lang. Maar Islandcraft, dat gaat weer door. Dat is gewoon zonder storyline. Island Wars is met storyline. Zo. Zo, oké, nice. Zo. Even wat iron. Ik ben eventjes door aan het gaan. Zo, eventjes de iron. Nice. Hebben we nog meer? Nice.
Boom. Goeie. We hebben lekker al veel iron. Ik weet niet hoeveel precies. 14. Nice. Dat is bijna een setje iron gear. Zo. Ik wil in ieder geval weer, ja, dit is geen Road to the End trouwens. Road to the End, het laatste deel, ik weet niet wanneer dat komt. Dat moet ik nog even kijken met de computer en zo. Er staat er zo in de Discord of dat misschien een bit voor update. Als jullie die gekeken hebben trouwens. Zo, hebben we nog meer iron. Dit is wel nice man, we beginnen goed. Diamonds, oké, dat vind je niet in aflevering 1 meestal. Maar dan maak je, oh nee, een zombie villager. Zwaard. Zo nice. Au, fuck jou. Zo, ik zag daar iron en dat miste ik. Daar ook nog, nee. Ja, yeah, we hebben iron. En dan kan ik zo ook een ding maken. Au. Oh, wat gebeurde? Ik schrik me kapot, man. Zo. Yeah, nice. Hoeveel XP hebben we? Oh nee, dat krijg je alleen bij iron als je het kookt, hè. Zo, Minecraft noob. Dikke noob. Grootste noob. Nee, eigenlijk. Ik ben niet de grootste noob. Er zijn grotere noobs. Ha, mijn bordje. Oh ja, hier gaan we weer een stukje naar beneden. En weer om. Ik wil naar beneden in de cave, man. Ik wil richting de laag van al het goede van het... Oh, wacht hier. Ik geen steen. Jammer voor jou. Alsof ik voor hem steen kan regelen. Wacht, hier zo zit de gat. Waar is hij? Da-di-da, waar ben je? Nou, dan niet. Oké, hier zit gewoon de cave nog steeds. Zo... Oh yeah. Hier gaan we weer naar beneden. Ik zag hier nog ergens daarnet. Dus kijken, waar waren we ook alweer? Ah, wacht. We gingen hier zo heen. Zo. Is lekker licht. Oh. Zo, hier zo kunnen we nog omhoog. Nice. Zo. Oh yeah. Oh nee, mijn pick is kapot. En ik heb... Oh ja, ik heb wel wood. Nice. Ja, dat went er even. Want bij Tekkit is het gewoon nog zo dat oude dat je niks zo kan slepen en zo. Maar dit is geen Tekkit. En ja, als ik van Minecraft naar Tekkit switch, dan is dat soms best wel wennen. Zeg maar, want ik ga van Tekkit naar Minecraft en van Minecraft naar Tekkit. En bij Tekkit is het anders en bij Minecraft is het anders. Zo, gaan we even verder lopen. En hier is niks. Hey, Steve skin. Cool. Steen. Ja, hier ligt genoeg. Hier ligt genoeg. Hier is genoeg. Doe maar lekker zelf hakken, joh. Dum. Waar is de uitgang? Oh nee, hij verhongert of zo. Gebeurt er? Eten. Hier zo. Eten jij. Eten, jongen. Ga niet dood. Arm. Ben je arm? Ik heb je wat eten gegeven. Eten voor de armen. Ruilen voor steak. Ik heb al steak. Ik heb pork chops zelfs, man. Heb jij nou al mijn... Hier. Wil je eten? Hier. Rotte flesh. Leef daar maar van. En hier. Oh nee. Er zit cobblestone. Oh nee. Ja, hoe kom je er nu uit, hè? Zo, dan gaan we eventjes met ons dark wood. Gaan we eventjes een klein begin maken naar ons huis. Eén, twee, drie. Aan de kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tussen. Nou, nu moet ik weer fucking opnieuw tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ertussen. 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier zo. En
Dus op deze manier. 1, 2, 3, 4. Zo. Ik weet niet hoeveel hoog wordt die. Hij wordt ook 5 hoog. 1, 2. Daar gaan we zo. Nice. Zo, dan beginnen we eventjes aan ons huis alvast. Oh nee, skeleton. Snel, hij ziet ons niet. Hij gaat op Luca af. Haha. Nice. Snel weg. Het is best wel een groot huis. Nou, dat maakt niet heel veel uit, joh. Hoe heet het? Kan ik, ja, weet niet. Normaal maak ik altijd kleine huisjes, maar nu voor het eerst maak ik eigenlijk een grote. Weet niet waarom. Automatisch, waar is mijn... Oh, die heb ik natuurlijk gegeven, mijn ex. Niet slim. Ik heb hem net een ex gegeven, heeft hij alsnog een woede ex. Zo. Oh, nice. Je weer goed. Oh, nee. Skeleton! Val hem aan, val hem aan. Dood jij. Misschien is het handig als ik eventjes... waar is mijn ex? Waar is mijn ex? Geef me ex. Ja, dit is een moeder ex. Die werkt niet, want het is slash is lang. Kijk dat. Huh? Maar kijk, wat we dan doen. Yes. Zo. Oh nee, oeps, wat heb ik gedaan? Ik heb echt... dat had ik niet moeten doen. Cheatend. Zo. Zet zo, nice. Oké, en dan gaan we nu beginnen met bouwen. 1. Au, 1. 2. 3. 4. 1, 2, 3. Kappes! 4, zo, 2 deuren. Nice, oké. Wacht eventjes. Ben ik weer. Zo. Hier komt de deur, dus dan komt hier eventjes dit. Ziet het er cool uit? Nee, dat ziet er niet cool uit. Dit, waar is het? Kijk, zo. 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 Zo ziet dit er. Ja, dit ziet er wel vet uit. Dit ziet er vet uit. Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo, ja, laat dan vast een blauw duimpje omhoog. Als jullie willen meer, abonneer dan als je dat nog niet hebt gedaan. En laat dan een like achter. Tot de volgende keer. Laters!